Maar als je nou gewoon 12 spelers haalt zonder hem erin te mengen... en je laat hem ook nog 12 spelers aanbrengen waarvan je zegt... nee, dat gaan we niet doen. Mm. Beter gewoon de luldebehanger van Amsterdam, of dat niet? Dat ben je eigenlijk ook, ja. Nou, luldebehanger. Dan moet die missie dat maar op de bank gaan zitten. En dan dat nog een bootje. Lulletje rozenwater is het, klaar. Ja. Ik bedoel, wat heeft die man... die arme jongen die dacht van een leuke club bij een topclub terecht te komen. En die wordt toch ook door de selectie, niet meer serieus... die wordt door niemand meer serieus genomen. Jij was niet echt onder de indruk van zijn manier van verdedigen ook, hè? Ja. Daar wilde je iets van melden, toch, begreep ik? Nou ja, ik heb natuurlijk, toen ik op Harvard zat... dat is natuurlijk alweer een behoorlijke tijd terug... heb ik natuurlijk zeg maar die cursussen allemaal gedaan. Maar je kan maar op 3 manieren verdedigen, hè? Dat weet jij? Ja, ja. Echt. Dat is op deze manier. Ja, kun je zo zien? Ja, heel goed. Dat is de Barcelona-manier, hè? Mm. Daar hebben we jaren van genoten. Maar dan staat Piqué dus hier... Dan staat de linksback hier. Ja. Ja, hoog druk zetten op de helft van de tegenstander. Absurd. Ja. Absurd. Hebben zij tot in de perfectie uitgevoerd. Kreeg ik een stijf piemeltje van. Jan Boskamp overigens ook. Ja. Dan hebben we nog een manier. Dan hebben we nog een manier die bijna iedereen doet. En dat is deze manier. Dat alles hier zich afspeelt. Dat zitten wij heel vaak, als we Champions League zitten te kijken... dat wij tegen elkaar zeggen... Onvoorstelbaar, hè? Dat ze op een stuk van 30 meter met 20 spelers... en vind maar de vrije man, hè? Ja. Die ga je niet vinden. Dus je moet constant een man aanspelen die gedekt staat. Nou, dan heb je de allerlaatste manier. Hoef ik hem alleen maar om te draaien. En dat is deze manier. Mm-hmm. Dat is, kan je zeggen, dat is de bus parkeren. Ja. Maar aan de andere kant, Atletico Madrid voerde het tot in de perfectie uit, hè? Want wat moet je namelijk doen als je hem dan, zeg maar, onderschept? Moet je hem 1, 2, 3... Je moet hem eventjes een seconde of 10 bij je houden... om weer uit elkaar te gaan. Ja. Uit elkaar te gaan. Nou, en heb je de manier die Ajax tegen Twente deed? Mm-hmm. Dat was deze manier. En dan heb je er, zeg maar, dit te verdedigen. Ja. En ja, dat is moeilijk. Ja, ja, dat is heel moeilijk, ja. Dat is moeilijk. Maar je ziet dat Harvard er wel in terug, vind ik. Als je, dat haal je maar wel uit. Kijk, doe nou gewoon morgen, doe nou gewoon lekker zo. Ja, houd een beetje compact. Dus dit is niet compact houden, maar dit is gewoon dat je gewoon de keeper de libero aan laat spelen. Ja, maar je en de libero laat je gewoon oplopen. Ja. En die moet maar in dit stukje moet hij maar een oplossing vinden. En die vindt hij niet. Die vindt hij niet snel. Ik vind dit wel... Weet je, wij zitten vaak te kijken. Ik vind het wel mooi, hoor. Als het op zo'n heel klein stukje... met spelers die heel de tijd, zeg maar... in de dekking aangespeeld worden en hun ding moeten doen. Ja, maar dat kan Ajax nu helemaal niet. Nee. Want die vinden die spelers... Ze kunnen beter dit gaan doen, toch? Gewoon parkeren en dan maar kijken. Nee, dit kunnen ze ook niet. Nee, maar dit hou je niet vol. Dit kunnen hun niet. Ze moeten gewoon voor deze variant kiezen. Maar weet je, ik bedoel... zorg nou gewoon... Dat je op een meter of 30 gewoon, weet je, dat het niet verder uit elkaar valt. Dit is zo simpel, jongen. Als wij bij het Nederlands elftal kwamen, die Miergels, die lag dat gewoon uit. Ja. We gaan zo en zo. Jij staat daar, we houden en dicht bij elkaar. Dat kan Stein toch ook, of niet? Je bent er niet achterlijk. Nou, hij kijkt mee, denk ik nu. Je bent er niet achterlijk. Aantekeningen toch nu? Ja, dat denk ik wel. Ja. Natuurlijk. Nee, dat doet hij heel goed. Nou ja, toen ik op Harvard... Ik ben dan gezakt. Oh ja? Ja, ik ben gezakt. Oh. Dus ik kan er niks mee. Ik weet het wel, maar ik kan er niks mee. Nou ja, voor zo'n gelegenheid als deze... Komt voor deze gelegenheid komt het goed uit. Maar voor de rest kan ik er niks mee. Nee, dan zou ik een diploma moeten hebben. Dat heb ik niet. Nee, dat is dan weer zonde. Ja.